Daar zijn ze. Bruid en bruidegom. De jurk. Nou, één ding wist u al. Hij is ontworpen en gemaakt door Valentino Couture te Rome. Het is een ivoorkleurige mikado-zijde gemaakte jurk. Lange mouwen. Een sleep van 5 meter. Die op de plooi aan weerszijde van de jurk is ingezet met geborduurde kant. Dat kon je goed zien. En prins Willem-Alexander heeft het groot tenue, tenue 1 in de rang van kapitein ter zee van de Koninklijke Marine. Lange sluier van zijden tulle met stippeltjes is met de hand versierd. Bruidsmeisjes helpen Maxima. Het is een enorme organisatie dit allemaal goed te krijgen. Ines Sorgieta, jongste zusje van Maxima's bruidsmeisje. Juliana Guillermo, dochter van prinses Christina. Dit is gelukt. Het bruidsmoeket is gemaakt door de bemisters van Paleis Hoefdijk. Jane Nienhuis, Elisabeth Thierry de Bie. En het bruidspaar zit in een bijzondere auto. Een Rolls-Royce Silver Wraith Limousine Landaulet. Kenteken AA58, dat ziet u. Een heel bijzondere auto. Aankomst bij de beurs. Wilhelms wordt gespeeld, aankomst van koningin en prins bij de beurs van Berlage. En daar komt de Rolls Royce met het bruidspaar. Het wordt Landaulet genoemd. Dat betekent dat het achterste deel van de dakken worden neergeklapt. Het is de enige Landaulet die links gestuurd wordt. Koninklijke marechaussee gaat vooruit. Koningin en prins komen aan in de goederenzaal. Prins Constantijn.
een bijzondere auto, deze Rolls-Royce. Hij werd in 1957 door koning Juliana aangeschaft. Het is een, zoals je ziet, langwerpig boeket van witte rozen, gardeniabloemen, lelietjes van dalen en twee soorten groen. Het paar wordt verwelkomd door de burgemeester van de stad Amsterdam, Job Cohen. Hij is nog maar een jaar burgemeester, maar het was geen saai jaar voor hem. En hij zal straks als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk sluiten. Spectaculaire sleep, 5 meter. Begeleid het paar.